Is het goed? Ja, zo. Ja? Wat mij betreft mogen er nog een paar mensen rechts gaan staan. Nog een koppeltje rechts en dan is het completer. Hallo, aangenaam. Ik ben Frederik Laarmans. Ik ben 32 jaar en ik ben wegenbouwer. Ik bouw de wegen van morgen. Dat doe ik dagelijks. Maar eigenlijk vond ik mezelf niet het geschikte profiel om en ook decadent op tv te komen zoals we de Sky's Limit wel kennen. Anderzijds ging het er meer over de mensen die vanaf nul zijn begonnen. En dan kan ik echt zeggen dat het verhaal van mijn moeder en mijn vader, die vanaf nul vanuit armoede zijn begonnen, helemaal onderaan de ladder. Helemaal vanaf nul zijn begonnen, opgestart, gekropen, armoede gekend om dan een zaak op te bouwen. En ik kom dan uit een warm nest. Dat besef ik met mijn broer enorm, enorm goed. Maar mensen denken toch vaak, het is heel makkelijk om een goed draaiende zaak direct over te nemen. En ik moet toch zeggen, we moeten enorm, enorm hard werken. Ik ben CK Dobritsch. De meeste mensen kennen mij nog als Miss Globe Belgium 2008, samen met Daisy van Kavenbergen. En ik ben gelukkige mama van Angelo en Arno en echtgenote van Christian. Angelo, hoe is het om de zoon te zijn van deze twee? Fantastisch. Absoluut, ja. Mijn ouders zijn super. Ja, je verhaal is eigenlijk zo schoon. Je bent van niks gekomen en eigenlijk na 10 jaar wat je nu staat. Dus... ja, ik heb me er wel van overtuigd dat ik eigenlijk toch wel een schoon verhaal had. Schooner dan ik misschien zelf besefte. Wel, wij zijn Sona en Guy. Wij zitten in het vastgoed in Dubai. Wij resideren ook in Dubai. En wij proberen het vastgoed van Dubai wereldwijd te verkopen eigenlijk, ja. Ja, ik ben Niels Lagrange. Wat doe ik in het leven? Ik ben eigenlijk semi-prof racepiloot voor Lamborghini. En daarnaast moet ik natuurlijk ook nog extra centen verdienen en ben ik eigenlijk een ramenwasser. Dus ik zit in het onderhoud, dus ik heb een poetsbedrijf.